Hoe groot is de schade... Hoe groot is de schade voor het Nederlandse pensioenstelsel? En wat betekent dit beleid voor de houdbaarheid van het stelsel waarin 1500 miljard Nederlands pensioenvermogen zit? En twee, hoe beoordeelt u de opmerkingen over het feit dat de euro uiteen kan vallen omdat we ons in een... omdat het teelrisico zo groot is en er zoveel schuld in die economie komt, dat op het moment dat je een Minsky-moment krijgt, namelijk dat iedereen beseft dat het niet meer houdbaar is, dat dan de hele zaak uit elkaar kan klappen. Heer Knot. Dat zijn twee behoorlijk stevige vragen om de gedachtenwisseling mee te beginnen. Kijk, in de notitie die ik ook heb aangeleverd, heb ik gehoopt duidelijk te maken dat de rente niet alleen laag is vanwege de Europese Centrale Bank. Er zijn structurele kapitaalmarktfactoren die gewoon te maken hebben met spaarzin en investeringsgeneigdheid die je ook wereldwijd ziet. Die je ook ziet in economieën buiten de eurozone als Zweden, Zwitserland, Denemarken. Die al sinds mid jaren 80 een trendmatige daling van die lange rente laten zien. En vervolgens is het zo dat ten opzichte van die wat wij dan natuurlijke rente noemen, dat de centrale bank een stimulerend beleid voert en dus probeert de rente nog ietsjes onder die natuurlijke rente te brengen. Dat doet de centrale bank om de economische activiteit aan te jagen en om de inflatie omhoog te brengen. In de eerste instantie is het dus zo dat voor zover de lage rente dus een moeilijke en uitdagende omgeving biedt voor ons pensioenstelsel, dat is natuurlijk zonder meer waar, dat die lage rente niet alleen afkomstig is vanuit de ECB, slechts voor een beperkt deel zou ik willen zeggen, de dominante factor is toch de daling van de kapitaalmarktrente. Daarnaast is het ook zo dat we in de afgelopen jaren, mede dankzij het ECB-beleid, natuurlijk wel een gezonde economische groei hebben gezien, de creatie van banen. En dat betekent dat er ook economische activiteit is gegenereerd op basis waarvan pensioenpremies konden worden betaald en konden worden ingelegd. Dus het is niet zo heel makkelijk om alleen maar te kijken naar dat stukje effecten van ECB-renteverlagingen op de financiële balans van de pensioenfondsen. Dan moet je ook echt alle aspecten in oogenschouw meenemen. En er zijn dus ook positieve aspecten hierbij. Dan uw tweede vraag heeft een wat apocalyptisch karakter. Het uiteenvallen van de euro. Ik denk dat dat aan het eind van de dag altijd een politiek besluit is.